Welkom bij het Haagse TV-journaal van donderdag 25 juni. Vandaag in het nieuws: Kenny B nodigt Stefan Evenblij uit in het paard van Troje. Cas Winters is de mooiste man van Nederland. Maar eerst, de nieuwe bushokjes zijn niet hufterproef. Om ervoor te zorgen dat ze overal hetzelfde uitzien, zijn in Den Haag de afgelopen tijd maar liefst 1100 nieuwe bushokjes geplaatst. Geregeld sneuvelen ze, de glazen van de nieuwe bushokjes. Zoals deze in de Kamperfoeliestraat, die doelwit was van vandalen. Het glas blijft hangen door een speciale folie die er overheen zit. Maar veilig voelen reizigers zich niet. Het is wel een mooi gezicht, maar levensgevaarlijk. Ja, een beetje slecht hè. Als het stuk gaat, dan sta je in het glas als je staat te wachten op de tram. De metropoolregio heeft de 1100 bushokjes laten vervangen. Het gemeentelijk samenwerkingsverband zegt dat er gemiddeld 6 per maand kapot gaan. Dat zijn er net zoveel als toen de oude hokjes er nog stonden. Sommige reizigers pleiten voor een alternatief voor al dat glas. Misschien een kunstglas of zo. Dat is veiliger. Dan kun je ook decoreren, zoals dat soort hokjes daar. De metropoolregio blijft erbij dat de nieuwe bushokjes veel mooier en veiliger zijn. Morgenavond begint het WK beachvolleybal. Op de Hofvijf is een groot stadion gebouwd waar verschillende wedstrijden worden gespeeld. Hagenaars Madeleine Meppelink en Marleen van Iersel spelen een thuiswedstrijd. Ik vind het een super eer om hier op de Hofvijver te mogen spelen straks. En het is ook, het voelt echt als thuisspelen, omdat het in onze eigen stad is. We hebben tot nu toe telkens op het strand gestaan en dan sta je toch enigszins in de uithoek. Dan weet het publiek nog niet altijd het stadion te vinden. En ik hoop dat de Hofvijver zo'n prominente plek is, dat er toch veel publiek op afkomt. Vorig jaar werden Meppelink en Van Iersel al eerst op het NK en EK. Nu moet daar de gouden plak op het WK bijkomen. Ja, ik denk dat wij zeker een kans maken. We hebben afgelopen weken laten zien dat we de wereldtop aan kunnen. En dat we meedoen, zeg maar. En ik denk wij gaan proberen op het hoogste treetje te eindigen. Eén tegenstander kennen we niet. We hebben wat informatie gekregen, maar ja, dat is echt even afwachten. Kazachstan is het team, ja, dat weten we dat kan spelen. Maar ik geloof ook wel als wij ons eigen spel spelen dat we daarvan kunnen winnen. En Canada zijn twee hele talentvolle meiden. En ja, je weet het niet, die kunnen zeker wel volleyballen. Maar ik geloof ook wel dat we beter zijn. Dus we gaan zeker voor de eerste plek in de pool. Als het ze lukt, staan deze Haagse beachvolleyballers op 5 juli in de finale. Praat Nederlands met me. Kenny B met Parijs, een Nederlandse superhit. Maar je kent ook vast wel de Haagse versie van Stefan Evenblij. Doe Haags met me, even Haags met me. Er zijn ontzettend veel parodieën op Parijs gemaakt, maar Kenny B vindt zelf Lul Haags met me het leukst. Ik vind het geweldig, ik vind die gast die het zingt zo mooi, zo. Ja, ik vind het echt, ik meen het echt. De manier waarop ze zingen. Lul Haags met me, even Haags met me. En dan gaan we samen even chillen. Ja, joh. Op het spui en het plein, Piet Patat en de Hofvijver. Daarna samen dansen in het paard. Morgen speelt Kenny B in het paard van Troje. En wat zou het leuk zijn als onze Stefan daar gewoon bij is? Bij deze nodig ik ze uit. Daarna samen dansen in het paard. De Partij van de Eenheid start een meldpunt voor moslimhaat op social media zoals Facebook en Twitter. De toename van moslimhaat is onaanvaardbaar, vindt fractievoorzitter Arnoud van Doorn. De partij wil uitzoeken wie de berichten plaatsen. Er zouden al meerdere werkgevers op de hoogte zijn gesteld, waarna 4 mensen ontslagen zijn na hun uitingen op social media. De beachvolleyballers Jeroen van Swieten en Erik-Jan Rotvoets staken hun poging om via de rechter deelname aan het WK beachvolleybal af te dwingen. Het kort geding dat vandaag zou dienen gaat niet door. Ze verloren een wildcard-ticket, maar waren het niet eens met de puntentelling. In plaats van Zwieten en Rotvoes mogen de Hagenaars Daan Spijkers en Tim Oude-Elfring naar het WK. De gemeenteraad wil spreektijden voor politici tijdens vergaderingen inperken. Het moet de vergadertijd verkorten. Groep De Mos is niet blij met het plan en noemt het zelfs onbegrijpelijk. Volgens hen zit het probleem in de schorsingen die het stadsbestuur geregeld aanvraagt tijdens vergaderingen. De gemeenteraad neemt volgende week een definitief besluit over de spreektijden. De mooiste man van Nederland, Cas Winters, woont gewoon in Den Haag. Hij is namelijk Mr. International Netherlands 2015. Maar zo'n mister word je natuurlijk niet zomaar. En een mister moet er natuurlijk goed uitzien. Moet er gezond uitzien. Fysiek ook goed eruit zien. Maar het gaat niet alleen om het uiterlijk. Het gaat ook om het innerlijk. Het gaat ook om het charisma, persoonlijkheid, uitstraling. Hij moet een soort van aura met zich meebrengen. Dat iedereen zijn hoofd omdraait en gewoon denkt van wauw. Dat is een echte gentleman, een echte mister.
Een echte mister wenst natuurlijk maar één ding. Ik kan wel heel cliché zeggen dat ik wereldvrede wil. Maar het mooiste zou zijn als gewoon alle mensen elkaar gewoon konden accepteren voor wie ze zijn. En welke keuzes ze maken. En gewoon elkaar respecteren. En volgens mij zou wereldvrede daar ook toe leiden als dat zou gebeuren. In november mag deze Haagse hunk Nederland vertegenwoordigen tijdens de wereldwijde finale op de Filipijnen. Deze hele week blikken we alvast vooruit naar de 35e editie van Parkpop. Het grootste gratis openluchtfestival van Europa. Vorig jaar stonden ze al op het Haags podium, maar dit jaar op het hoofdpodium. De Scheveningse band Piñata gaat er aanstaande zondag een zomersfeestje van maken. Ja, dat is te gek. Ja, vorig jaar op het Haagse stage was het al echt heel vet. En ja, dan dit jaar op mainstage, dat ja, te gek. Wel wat blazers weer erbij doen. Dat wat er nu met het bevrijdingsfestival hier op Malieveld. Toen hadden we met een aantal blazers hadden we een opdracht gekregen om met niet-westerse artiesten. En omdat de wind, dat waaide zo hard en het geluid kwam er niet echt helemaal uit. Dus dat willen we nog wel, denk ik, wel een Parkpop doen. Niet met het hele bezetting van die 5 niet-westerse gasten. Maar meer met die blazers erbij. Dat is heel lekker. Ja, gewoon een feestje bouwen. Dan het weer. Morgen is bewolkt, maar op de meeste plekken zal de zon er wel doorheen breken. 'S Avonds valt er lokaal een bui. Het wordt maximaal 24 graden. Zaterdag gaat de temperatuur naar beneden, naar zo'n 19 graden. 'S Ochtends valt er nog regen, maar later wordt het droog. En dit gebeurt er morgen in Den Haag. Na lang voorbereiden is eindelijk de officiële opening van het WK Beachvolleybal. De komende weken wordt in het hart van de stad gespeeld. In een speciaal voor het sportspectakel aangelegd stadion op de Hopvijver. Voor alle shopliefhebbers wordt het een mooie dag. Want de jaarlijkse Shopping Night vindt plaats. Tot in ieder geval middernacht zijn veel winkels open. En de selectie van ADO Den Haag mag de voetbalschoenen weer aantrekken. Na een paar weken vakantie hebben de mannen van trainer Henk Vrezer weer de eerste training van het seizoen. Tot zover het Haags TV-journaal van vandaag. Morgen zijn we weer om 7 uur op Den Haag TV.